Ze is er altijd, thuis bij Robert en Manuela in Den Haag, met een grote foto boven de bank. En in de gedachten van haar ouders, die hun dochter nog altijd vreselijk missen. De feestdagen, februari, begin van de maand was ze jarig geweest. Dat zijn gewoon klote tijden. En dan kom ik bij klanten en dan begin ik gewoon te janken. Maar dat wil ik niet, want ik kom bij klanten. Ik kom mijn spullen verkopen. Ook de vraag, hadden we dit kunnen voorkomen, is er één die steeds weer terugkomt. Ik was daar niet voor mijn kind op het moment dat het nodig was. Om mijn kind te beschermen. Sorry, om mijn kind te beschermen, weet je? En dat is zo'n machteloos gevoel, zeg maar. Ja. Stanley A. zit op dit moment zijn straf uit. Robert en Manuela vrezen de dag dat hij weer vrijkomt. Geruchten dat hij weer vrij is, hakken er dan ook flink in. Op het moment dat je die berichten hoort, dan zit je hard in je keel. Echt, dan zit je hard in je keel van, ja, what the fuck, hoe dan? Dit soort berichten, maar ook de moord op Anne Faber en de steekpartij door Malek F. herinneren Robert en Manuela aan de moord op Simena. Ook het proces dat ze nu weer gaan beginnen haalt alles weer naar boven. Maar toch zetten ze door. We doen dit allemaal niet voor onze lol. Nee, weet je. Of voor financieel gewin. Nee, we willen gewoon gerechtigheid.